Computers verkopen kan ook anders. Niet in een winkel, maar zoals we hier zien in een soort showroom waar je niet echt kunt kopen, alleen maar kunt kijken. We praten met Paul Kronenburg van Gateway 2000. En leg eens uit wat er hier in de winkel gebeurt. Oké, heel simpel. Eigenlijk zijn we geen winkel, we zijn een showroom. Gateway 2000 is een Amerikaanse PC-leverancier die rechtstreeks aan de klant levert. En dit doet via telefonische bestellingen. Om klanten toch de gelegenheid te geven om de producten van ons te zien en te voelen, hebben we hier een showroom neergezet. Het idee achter de showroom is niet alleen om inderdaad mensen het touch and feel idee te geven, maar ook om ze te laten zien wat de techniek van vandaag brengt. Dus de combinatie van hardware en software, wat je daarmee mee kan doen. Wat we gedaan hebben, dat kun je ook prima zien, hier zijn verschillende eilanden opgezet met verschillende thema's erachter. Multimedia eiland. Waarom zitten er overal van die rare zwarte vlekken op? We doen iets met koeien. Onze grote baas is zoon van een koeienboer en die dacht, je moet je afkomst niet verloochenen. Dus vandaar dat op alles wat wij doen koeienvlekken staan. Ook de dozen waar de machines in zitten zijn altijd met koeienvlekken bestempeld. Het is een prima branding, heel herkenbaar voor mensen dat ze zien dat het Gateway is. Dit is de professional hoek, waar we met name voor zakelijke gebruikers applicaties laten zien. Dus denk aan CAD-CAM-achtige applicaties, zware grafische applicaties, in combinatie met de nieuwste technologie PC's. Wat wil de gemiddelde zakelijke gebruiker nou weten? Weet hij al wat een computer is? Of wil hij uitbreiden? Of komt hij helemaal fris? De gemiddelde zakelijke gebruiker weet absoluut wat hij wil. Ik denk dat een PC inmiddels een dusdanige commodity is geworden. Dat het bedrijfsleven heel erg goed weet wat de verschillende Pentium-mogelijkheden zijn. Qua snelheid, qua harddiskgrootte, et cetera. Wat men met name wil zien is de performance-winst die geboekt wordt bij snellere machines. Het gebruik van zwaardere grafische kaarten, waar dat toe leidt. En wat men graag wil weten en wat graag ook persoonlijk uitgelegd wil hebben, is het service- en ondersteuningsverhaal wat men krijgt. Omdat dat voor zakelijke gebruikers belangrijk is. Is de vraag tussen zeg maar Windows 95, Windows 3.11 en Windows NT al aan de orde? Absoluut. We merken dat de vraag met name naar Windows NT op dit moment groot is. Dat komt natuurlijk ook dat de nieuwe NT-versie op het punt van uitkomen staat, NT4, wat eigenlijk dezelfde gebruikersinterface biedt als Windows 95. En met name in de zakelijke omgeving blijkt dat heel veel bedrijven al serieus bezig zijn om wellicht die overschakeling te maken naar Windows NT. Windows 3.11 krijgen we ook nog steeds vragen over mensen die in die omgeving werken. Eventueel zijn onze systemen daar ook, of er komt een cd bij waar 3.11 op staat. Maar met name zitten de mensen toch in Windows 95 en nu de overstap maakt naar Windows NT. En waar vinden we deze gateway, showroom, meedoe, denkwinkel? Aan de Wieboudstraat 139 in Amsterdam. Heel goed bereikbaar. 2 minuten rijden vanaf de snelweg via afslag S112. En 2 minuten lopen vanaf het Amstelstation. Dus goed bereikbaar. Dat is ook duidelijk de doelstelling geweest. Daarnaast de goede parkeermogelijkheden, zowel voor het gebouw als achter het gebouw. Dat is toch heel belangrijk in Amsterdam, zoiets? Is erg handig, ja, absoluut. Absoluut. Als mensen eerst een kwartier moeten gaan lopen voordat ze naar de plek kunnen waar ze heen moeten, is dat wat minder. En gelukkig is dat hier niet noodzakelijk. Dankjewel. Oké, alsjeblieft.